Een klein verschil in je rendement of kosten zorgt voor grote verschillen in je vermogen op de lange termijn. Dat is iets wat ik al vaker op dit kanaal vertel en dat ga ik ook in deze video laten zien. Want per 1 april, en dat is geen grap, gaat Peaks de tarieven verhogen, de kosten verhogen voor het gebruik van hun app. En wat de impact van die nieuwe kosten zijn en waarom dat voor mij de reden is om over te stappen, dat leg ik uit in deze video. Natuurlijk samen met een alternatief voor Peaks. Dus laten we snel beginnen. Dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een kanaal waar wij eigenlijk streven om maximaal rendement te behalen. Zelf beleg ik bij verschillende brokers: ten eerste, natuurlijk via de Giro, waar ik het meeste van mijn geld belegd heb, of via eToro, waar ik vooral handel op de korte termijn. En links naar deze brokers vind je trouwens onder de video terug. Maar ik maak ook gebruik van Peaks omdat op die manier automatisch mijn wisselgeld wordt belegd. En Peaks heeft dus aangekondigd nieuwe tarieven te gaan hanteren per 1 april 2021. Gaan we naar de website van Peaks om die tarieven te bekijken. Dat doen we via het menu via kosten. Dan hebben we namelijk een duidelijk overzicht. We zien dat de eerste drie maanden gratis zijn. Na drie maanden betaal je 99 cent. En nu komt het grote verschil met wat er voorheen dus was. Daar staat het woordje: en je betaalt een half procent over je gemiddelde vermogen. Eerder was dat 99 cent, of een half procent. Afhankelijk van je belegde vermogen. En nu is het dus beide, ongeacht welk vermogen je belegd hebt. En dat lijkt misschien dan wel een klein verschil, maar schijnbedriegt. Dus laat ook vooral de tarieven ga eigenlijk gaan vergelijken. Ik heb hier een overzicht gemaakt met uh, verschillende kolommen... met verschillende bedragen, welke we eenmalig inleggen... en welk bedrag we maandelijks. Maandelijks doen we in alle gevallen 100 euro. Alleen het eenmalige bedrag waarmee je begonnen bent... heb ik tussen de 500 en uiteindelijk 2500 euro gedaan. Omdat ik denk dat dat de bedragen zijn... zeker omdat het met je wisselgeld gaat. Uh, en in dat geval is het, tot dit bedrag... is eigenlijk um, Peaks gewoon heel erg interessant... of was heel erg interessant. Dus... Dat lijkt me dat de meeste mensen wel ergens ongeveer in deze dingen vallen. Kijken we dan naar de kosten van nu, dan zijn we dus uh, tot een bedrag van 2500 hebben te maken met vaste kosten van ja, 0,99 cent per maand. Ik heb hier trouwens een euro van gemaakt, maar dus 0,99 eurocent per maand. En in het laatste geval betaal je niet die maandelijkse kosten, omdat je 2500 euro of meer hebt, maar daarvoor in de plaats komt een half procent. Dan hebben we ook nog te maken met fondskosten. Die zijn een beetje afhankelijk van welk profiel je kiest. Ik ben hier uitgegaan van een gemiddelde van 0,23%. En hetzelfde geldt eigenlijk bij transactiekosten. Dat ligt tussen de 0,03 en 0,05% per storting die je doet. Um, dus ik ben hier ook weer uitgegaan van een gemiddelde. En dan komen we uit bij deze bedragen in, met een bedrag van 500 euro in het begin en maandelijks 100 euro je uiteindelijk 15 euro en 1 cent per jaar aan kosten en dit loopt zo op tot het geval van de laatste kolom naar 23 euro en 11 cent per jaar en daaronder zie je dan het percentage wat deze kosten zijn ten opzichte van het gemiddelde bedrag dat je geïnvesteerd hebt nou dat is dus 1,35 nou uiteindelijk 0,75 of in dit geval 0,71% in het meest gunstige geval en hier zien we nog een keer alle kosten die dat per onderdeel eigenlijk zijn. Maar dat zijn dus de kosten van nu. Laten we vooral gaan kijken naar de nieuwe kosten. En dan zien we eigenlijk niet heel veel veranderen. Maar als je goed oplet, zijn het eigenlijk deze twee regels die anders zijn. In plaats van dat er vaak 1 euro of een half procent stond, dan staat er nu in alle gevallen 1 euro en een half procent. Dus ook in de laatste kolom zien we dat. De fondskosten zijn hetzelfde gebleven. Ook de transactiekosten, de percentages zijn hetzelfde gebleven. Het zijn alleen de bedragen die daardoor dus veranderen, omdat je te maken hebt met en 12 euro per jaar aan vaste kosten, en een half procent op de gemiddelde, wat je dat jaar hebt ingelegd. En waar we eerder hier zagen, um, ik weet niet precies welk bedrag, 15 euro geloof ik, is het nu 20 euro en dat loopt inmiddels op tot 35 euro. Um, en we zien de percentages ook iets omhoog zijn gegaan, dus wat zijn de kosten ten opzichte van het gemiddelde wat je hebt ingelegd in dat jaar. Hier is dat 1,86%. En hier op het einde is dat 1,13%. Dat lijkt allemaal wel mee te vallen, maar laten we ook even een vergelijking gaan maken tussen de twee. Dan zien we hier dus in dit overzicht de kosten um, zoals ze gaan worden. Hieronder de kosten zoals ze nu zijn. Dus we zien dat in alle gevallen de kosten die het gaat worden hoger is dan dat het was. Dat heeft dus allemaal te maken dus met dat ja, vaste kosten die er zijn en het percentage dat er is. En dan heb ik hier onderaan een overzicht gemaakt met het verschil. In de meeste gevallen is het dus die halve procent die erbij komt. Alleen hier op het einde is het um, ja, anders gegaan. Omdat we hier al een half procent hadden en juist die 99 cent of die euro ervoor in de plaats is gekomen. Dus die euro op dat totale bedrag is minder dan een half procent. Dus dat is iets gunstiger geworden. Kijken we echter naar het bedrag, dan scheelt dat zo tussen de 5,50 euro en 12 euro of 13 euro per jaar. En dat lijkt op zich wel mee te vallen. Uh, wat is nou 13 euro per jaar? Dat is iets meer dan een euro per maand, zou je zeggen. Maar als we gaan kijken naar het procentuele toename... Kijk, want het was eerst 15 euro en het wordt nu 20 euro. Dan is dat een toename van 36 procent. En in het meest ongunstige geval, in mijn rekenvoorbeeld... gaat het zelfs om 70 procent toename. Dus het lijkt is iets kleins, een half procentje maar. Maar het is eigenlijk stiekem dus een prijsverhoging... tot misschien wel 70 procent... afhankelijk van hoeveel geld je dus belegd hebt... Maar wat is nou verder nog die impact van die halve procent? Want een halve procent klinkt niet heel veel. En zelfs in dit geval, natuurlijk als je gaat zien dat het 70% meer is. Dan ga je al iets anders naar kijken. Maar alsnog is het nog maar, zeg maar iets meer dan een euro per maand. Dat is niet zo erg. Maar laten we ook vooral gaan berekenen wat de effecten zijn van die halve procent op de lange termijn. De rest van je looptijd. Die misschien nog wel... 30 of 40 jaar duurt. En in mijn voorbeeld ga ik dan uit van 49 jaar. Dat is heel lang, dat zo lijkt het ook. Maar dat is eigenlijk de leeftijd tussen je 18 e en je pensioenleeftijd. Als tenminste de pensioenleeftijd op 67 blijft. Dus dat zijn zeg maar de jaren dat je in het meest gunstige geval in ieder geval zou blijven beleggen. Misschien ga je naar de hand trouwens nog wel door als je met pensioen bent. Maar we gaan ook kijken naar een eenmalige inleg van 1500 euro. En vervolgens een maandelijkse inleg van 100 euro. In het eerste voorbeeld gaan we rekenen met 7,5% rendement per jaar. Dat is ongeveer het gemiddelde wereldwijd op de lange termijn. En als we dat dus gaan toepassen met de bedragen die we eerder genoemd hebben, komen we uit met een rekensom op 670.301 euro. En dat is gewoon al een heel erg mooi bedrag. Um, nou, als we dat allemaal zouden kunnen halen tegen de tijd dat we met pensioen gaan, dan zijn we denk ik allemaal heel erg tevreden. Maar laten we nu dus gaan kijken naar het andere scenario: het scenario van 8% rendement. Ik heb hier gewoon een half procent extra gepakt wat normaal die kosten zouden zijn zeg maar. Want minder kosten betekent ook meteen meer rendement. Dus hier gaan we dat verschil van die halve procent zien. We pakken dezelfde bedragen en dezelfde tijdsperiode en dan komen we uit op een bedrag van 810.734 euro en dat is maar liefst 140.433 euro meer dan met 7,5% rendement en dat is dus juist het verschil. Dan dat half procentje op de lange termijn, en nu zijn de bedragen waarmee we begonnen zijn: die 1500 euro eenmalig en vervolgens 100 euro in de maand, zijn niet zo'n hele gekke bedragen. En toch kun je zien dat het al een enorme impact heeft. Dus let goed op kleine verschillen in rendement of in kosten, want ze kunnen echt heel erg grote verschillen hebben op de lange termijn. In je eindvermogen. En voordat we gaan kijken naar een alternatief voor Peaks wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Zorg dan in ieder geval dat je geabonneerd bent op het kanaal. Gaan we kijken naar het eerste alternatief. En dat is de Giro. Want Peaks is ideaal voor beginnende beleggers. Omdat alles automatisch gaat. En het werk uit handen wordt genomen. Maar misschien heb je nu ook al wat meer kennis. Of wil je misschien juist zelf wat meer doen. En dat betekent ook dat je op die manier de kosten wat lager kunt houden. Nou, als dat het geval is, kijk dan eens naar de Giro. Zoals gezegd, de Giro is de broker waar ik het meeste gebruik van maak, net zoals 1 miljoen anderen, juist vanwege die lage kosten ook. Maar ook omdat je dus zelf je aankoop kunt doen. En als je precies weet wat je wilt, is dat ook met een paar minuten per maand geregeld. Je kunt een gratis account openen bij de Giro. Klik dan op de link onder deze video om dat te doen. En daarmee help je ook het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm. En dan kijken we naar het volgende alternatief. En dat is Bing Forward. En dit is een beter alternatief als je echt nog wilt geld wilt laten beleggen. Uh, als je dat uit handen wilt geven. Want dat is in ieder geval wat er gebeurt ook bij uh, Bing Forward, net zoals dat bij Peaks was. En mensen die me al langer volgen, die weten dat ik in het verleden ook Bing Forward zelf heb gehad. Ik heb vorig jaar alleen een foutje gemaakt waardoor ik al het geld terug heb laten storten naar mijn bankrekening. Ik wilde wel weer beginnen, maar dat kwam er telkens niet van. Maar nu met deze kostenverhogingen van Peaks, is het voor mij wel de reden om juist van Peaks over te stappen naar Bing Forward. Waarom kies ik dan voor Bank Forward? Nou, dat is de broker waar ik ook begonnen ben... toen ik helemaal ja, vier jaar inmiddels bijna geleden begonnen ben met beleggen. Ik wist wel dat ik wilde gaan beleggen. Ik had alleen nog niet alle kennis. Dus ideaal dus om begeleid te beleggen of je geld te laten beleggen... Ik heb voor Bing Forward toen gekozen omdat het gewoon heel erg overzichtelijk is. Je maakt een profiel aan, op basis van dat profiel wordt er voor jou belegd. Je kunt alles in je dashboard ook heel overzichtelijk terugvinden, dus daar kun je ook heel veel van leren. Maar heel belangrijk natuurlijk ook de lage kosten. Want bekijken we de website van Bing Forward, dan zien we eigenlijk al direct dat de kosten tussen de 0,76 en 0,79 procent per jaar zijn. Afhankelijk dus van welk profiel je kiest. Net zoals dat je bij Peaks bijvoorbeeld mails had gekozen of het profiel heet. Ja, dan zijn er ook nog de kosten die eigenlijk wel een beetje overeenkomen met wat Peaks eerstes kosten voor de verhoging. Of soms zelfs nog lager liggen dan toen. Dus dat is in ieder geval alweer een stuk gunstiger. En ook voor Bink Forward geldt, wil je nou een account openen? Wil je meer informatie zien? Een link naar Bink Forward vind je onder deze video terug. Er is inmiddels echter één klein nadeeltje. Uh, tegenwoordig heeft Bink Forward een minimum van 1500 euro inleg. Dat was voorheen nog niet. Toen ik ermee begonnen ben, inmiddels dus wel. Um, ik denk dat vele van jullie al een groot gedeelte daarvan al bij elkaar hebben belegd, zeg maar bij uh, Peaks. Dus het is niet zo'n groot probleem. En ik denk ook dat ze dat hebben ingevoerd omdat er heel veel mensen met kleine bedragen zijn. Het is voor hun gewoon interessanter als er meer vermogen is. Dus leg die 1500 euro in, dan kunnen ze ook zorgen dat ze die kosten juist laag kunnen houden. Ben je nou ook van mening dat er voor jou betere alternatieven zijn dan dat Peaks is? Want het wil niet zeggen dat iedereen ook op zoek is of. Gemotiveerd wordt om een alternatief te kiezen. Maar is dat wel het geval, bijvoorbeeld de Giro of Bingforward, dan is het dus verstandig om je account op te zeggen bij Peaks. Dat kun je eenvoudig doen via de app. Je gaat dan naar profiel, je klinkt vervolgens op de kleine tekst Account opzeggen en je doorloopt daar de stappen. Het geld zou dan binnen een paar dagen op je rekening moeten staan en wisselgeld wordt ook niet langer automatisch naar Peaks geboekt. En met deze kleine handeling. En het kleine verschil in kosten op de korte termijn. zie je wel dat het toch grote effecten kan hebben op de lange termijn. Dus ga er zeker naar kijken. Doe dat misschien niet alleen bij Peaks. maar ook bij andere brokers die je hebt. of andere producten die je hebt. Kijk wat de kosten. En de rendementen zijn en kijk wat dat voor impact heeft op de lange termijn. Nou, zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef vooral een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.